de drie sponsoren, te weten René Hemmer, Michel Louis, ben ik. We zijn er helemaal klaar voor. We zijn er helemaal klaar voor. Mooi zo. Nicole, succes hè? Succes met de. Michel, het is van start. Ja. Anita, de loopfietsen schaatsen, hè? Ja, mooi. Hoeveel deelnemers zijn jullie vandaag? 33. 1 individueel, 11 teams van 3 deelnemers. En de individuele is? Nicole Hemmer. Je doet alle 3 alleen. Volledig afstand. Ja, dat is een dikke pikkel, hè? Nou, het ziet er goed uit. Ja. Mooi weer erbij vandaag. Ja, gelukkig wel, ja. Het is allemaal nog wat nat, dus voor de fietsers wordt het een beetje gevaarlijk straks. Goed opletten vandaag. Technisch parcours, veel bochten in het begin, klinkers. Dus hopelijk geen valpartij. Wij wachten gewoon rustig af. Ja. We zijn benieuwd. Keuze. Ja, de fietsers op dat moment niet meer. Die zitten gewoon vol gas. Ja, vol gas, ja. Ja, ja, ja. Ja. Maar succes. Nee, maar we hebben een paar hele goede teams, dus we gaan er vol voor vandaag. Ik heb er zin in. Mooi zo. Succes vandaag. Geniet ervan. Rijden zo netjes afhangen en dan lopen naar de ijsbaan, want daar, dames en heren, hebben we dan het onderdeel schaatsen. 57 minuten en 10 seconden, dat was de binnenkomst hier van onze grote vriend Robert Pugh. Met nummer 58 gebracht, Gert Inbert. Nog één keer die 2,5 kilometer en dan hebben we de finish straks hier van Erik Leusing. En dan gaat hij overgeven aan de volgende atleet hier achter ons in de wisselzone. Henry, ging mooi of niet? Ja. Tevreden? Ja hoor. Jawel hè? Ze gaat toch altijd zwaar, maar ja. Ja, 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 mooi toch zo? Ja hoor, prima. Tevreden. Dat is belangrijk. Ja, kom eens. Thank you.
Komt daar niet de kool aan, René? Ja, ik denk het wel. Zo te zien? De zon gaat op schijnen in hier. Ja, kijk, maar dat komt door Nicola. Ja, dat kan niet anders. Met dit zonnetje in huis. Kom op, Nicole! Dat is ze wel. Goed zo, Nicole! Kom op! Goed zo! Mooi, mooi, mooi! Door! Even kijken, ik ben nummer 328, het Squadra Treni Villa uit Staphorst. Dat waren dus de mannen die op dit moment uitstaan. Sam, dat zijn de twee ploegen die we hier hebben. En jij mag nu verder, Erik Leusen. Of Erik Jager. Ja. Spannend ook, dames en heren. Maar we gaan door met het top trio wat betreft de heren overal. Noord Kortlin en Kogel. Waas Mullen op de ijsbaan. Gaan we door met nummer 2, Guus Vinger. En de winnaar in deze categorie, Richard Bracke. Felicitaties van het bestuur. En dan wordt bekend bloemen. Dat is een podium, dames en heren, met 61 plus uw applaus. Ja, tweede man, dames en heren, in de categorie. Hier heb je met Ben Turren. En de winnaar in de categorie Heerenveen, dames en heren, Veenhuizen. Uw applaus, Arjan Elvering. En dan mag de heren daar weer op de nummer 177. We hebben daar Hetty en Tofuin, nummer 2 uit Hogeveen, Bastiaan Zandbergen, René Meijer en Sander Meijer uit Rotterdam. Tien is een tevreden man.
Een tevreden man, Tunis? Ja, ik ben super tevreden. Mooi, hè, niet dan? Hele enthousiaste mensen, moet ik zeggen. Ja, geweldig mooi, ja. Ja. Van jong tot oud. En wat opvalt, gaan we toch steeds meer wat, wat jongere generatie te blijven krijgen. Zeker de lopersgroep. En dat vind ik super mooi. Ja, dan met een priesthuis komen is helemaal mooi, hè? Geweldig. Dat is helemaal geweldig goed. Ja, daar gaan we niet voor, hoor. Het is niet het belangrijkste, maar het is wel mooi meegenomen. En het motiveert en het is ook geweldig. Ja, leuk. Ja, zeker weten.